John Cena heeft een nieuwe comedy op Disney Plus staan, genaamd Vacation Friends 2. Benieuwd of je voor deze film moet gaan zitten vanavond? Wij hebben deze film gekeken, geven onze mening en vergelijken hem met andere films, zodat je na deze video zelf kan bepalen of Vacation Friends 2 het kijken waard is. Vacation Friends 2 is natuurlijk een comedy en het vervolg op de eerste Vacation Friends, die een 6,3 kreeg op IMDb. Zoals te zien waren dus de reacties op de eerste film vrij middelmatig. En deel 2 lijkt eenzelfde soort beoordeling tegemoet te gaan. In de hoofdrollen zijn Lil Ray Howery, die je vast kent van andere comedies zoals Free Guy, Ronnie Cheng van onder andere Crazy Rich Asians en de hoofdact John Cena. Na zijn veel geprezen rol in Peacemaker stopt John Cena niet met de comedyrollen. En in deze film speelt hij ook weer een vriendelijke reus die de hoofdpersonages ter hulp schiet zodra ze hem nodig hebben. Niet de hoofdrol dus, want die is besteed aan Lil Ray Howery. Vacation Friends 2 heeft weinig interessante wendingen of verhaallijnen. En elke 10 minuten lijkt de film een compleet andere instelling te krijgen. Terwijl er hier en daar interessante thema's in zitten over respect en hoe je met verschillende sociale klassen communiceert, katapulteert de film elke goede scène met een slechte grap of one-liner. Maar is Vacation Friends 2 slecht genoeg om goed te zijn? In sommige momenten, ja, maar niet altijd. De eerste 20 minuten zijn onuitstaanbaar van deze film en je moet echt even wennen aan de goedkope en simpele manier van filmen. Het lijkt in alle opzichten op een cliché-comedy die we al 1000 keer hebben gezien. Een aantal goed gemanierde mensen raken in zee met een aantal sloebers, ze gaan samen op vakantie en je hebt een comedy. Natuurlijk introduceert het script allerlei externe gevaren zoals drugskartels, oerwouden en een belangrijke deadline die ons hoofdpersonage moet halen aan het einde van de film. Maar met welke films valt Vacation Friends 2 nou te vergelijken? Neem bijvoorbeeld Shotgun Wedding met Jennifer Lopez en Josh Duhamel. In deze film gaat een koppel op reis naar een tropisch eiland om te trouwen, natuurlijk gevolgd door allerlei slechterikken die hen het leven zuur maken. Vervolgens is de stijl te vergelijken met Ticket to Paradise of zelfs Gooise Vrouwen, waarin onwennige gezelschappen met elkaar op vakantie gaan en allerlei avonturen beleven. Net als in Vacation Friends 2. En hoe zit het acteerwerk in deze film? In Peacemaker lukte het schrijver en regisseur James Gunn om John Cena neer te zetten als zichzelf. En om alle krachten die John Cena heeft als acteur perfect te gebruiken en het karakter van Peacemaker te vormen. Helaas merk je in deze film toch dat John Cena zijn acteerwerk echt gelimiteerd is. En hij speelt constant zichzelf met weinig goede emotionele scènes. De film heeft wel een speelduur van 1 uur en 46 minuten, wat aan de lange kant is voor een vrij simpele comedyfilm. Maar ik denk dat als je je hersenen zo min mogelijk laat nadenken en je oordeel op nul zet, dat je misschien best nog kan genieten van deze film. Er zitten een aantal momenten in die best een lach oppakken en vooral de relatie tussen de personages van John Cena en Steve Buscemi is waarom bepaalde momenten in deze film best wel werken. Dat is alle informatie die wij voor jou hebben over Vacation Friends 2. Laat in de reacties weten of Vacation Friends 2 jou het kijken waard lijkt. En klik ook vooral op de abonneerknop als je geen nieuwe films wilt missen. Bekijk intussen onze recensies voor de eerste 2 afleveringen van Ahsoka en van de meest recente superheldenfilm binnen DC Universum, Blue Beetle.